Ivo is Amsterdammer in hart en nieren, fanatiek Ajax-supporter en al zijn hele leven op schepen te vinden. Sinds 1988 kwam Ivo in aanraking met houseparties, festivals en harddrugs. Deze feesten en drugs begonnen onschuldig, maar liepen na het overlijden van zijn moeder snel uit de hand. Na deze periode zag hij de ernst van het probleem in en ging hij naar de kliniek. Inmiddels is Ivo 6 jaar in herstel, maar heeft helaas een paar heftige terugvallen gehad. Ivo is weer opgestaan en gaat er weer voor. Hij doet vandaag zijn verhaal bij ons hier aan tafel. Welkom bij de podcast Wat kan er nou gebeuren? De podcast die informeert, inspireert en motiveert. Samen met Reda Saleh, mijn mattie hier tegenover mij, hebben we weer een nieuwe gast in de studio. Ja, het is een studio voor de kijkers thuis. Hallo allemaal. En voor de mensen die hier naartoe alleen maar luisteren via Spotify of alle andere kanalen waar we te horen en te zien zijn. Welkom. Onze gast voor vandaag is Ivo Nieuweboer. Ivo Nieuweboer is binnenvaartschipper, ras Amsterdammer, Ajaxiet en fellow in het 12-stappen-programma. En we kwamen elkaar tegen en toen zei ik, Ivo, hoe lijkt het jou om een keer gast te zijn in onze podcast? En wat zei je toen, Ivo? Ik zei, het lijkt me leuk. Ja, ja. Nou, en hier zit je dan. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Welkom, man. Voor de uitnodiging, Reda. Ja, fijn dat je er bent, Gab. Goed dat je er bent, man. Ja. Welkom. Ja, zitten we dan? Zitten we dan, Reda? Ja, ja. Wat kan er nou gebeuren? Ja. Ja, ik dacht eigenlijk ook van niks, maar er is wel een hele hoop gebeurd. Ja, hè? Ja. Ook bij jou, hè? Ja, helaas wel. Ja. Was het maar anders gelopen. Ja. Hoe was het bij jou vroeger? Als ik het over je jeugd heb. Ja, ik heb eigenlijk best wel... Eigenlijk heb ik nooit iets te klagen gehad al in mijn jeugd. Mijn jeugd is eigenlijk wel gewoon goed geweest. Ik heb gewoon goede opvoeding en zo. Maar eigenlijk was er wel iets... Hè, toen jullie me ook me vroegen, toen dacht ik wel... Had ik al het idee... Toen ben ik wel even nagegaan. Ik kwam op een gegeven moment op 15-jarige leeftijd erachter dat ik niet zo... Ik had niks met de maatschappij. Weet je, ik vond de maatschappij, weet je wel, zoals iedereen dat zo zei, van ja, dan ga je, dan ontmoet je een vrouw en dan ga je trouwen en kinderen. Ik had eigenlijk zoiets van, ja, maar dat is helemaal niet wat ik wil eigenlijk, weet je wel. Oftewel, ik had daar nog geen voorstelling van dat ik dat wilde gaan doen eigenlijk. En ik weet nog goed dat ik op school zat en een vriendje van mij een keertje meenam naar Ajax. En toen kwamen we een beetje eigenlijk in een verkeerde tram terecht. En voordat ik het wist lagen alle ramen eruit. En kwam de ME binnenstormen. En werden we daar halfbakken uitgeslagen. Verkeerde tram? En ik vond het helemaal te gek. Ja. Die sensatie. Okay. Die adrenaline, weet je wel. Die er toen door me heen ging. Ja. En ook gewoon, ja... Ja, toen kwamen ook eigenlijk houseparties bij kijken. Weet je, op een gegeven moment nam iemand mij mee naar een houseparty in 1988. Dat was in een discotheekje, zaten we in Amsterdam. Maar hij zei, kom, we gaan naar een houseparty. En ik zei, wie is je jarig? Ja, dat is een goeie. Hij zei, kom, we gaan. En ik kwam toen op een houseparty terecht en dat was het. Weet je, ik vond dat... toen kwam drugs er nog niet bij kijken. Hè. Ik blowde wel een beetje. En nam wel een biertje. Maar ja, een paar biertjes was ik natuurlijk al wel zat. Weet je wel. Maar gewoon die... Ja, dat afzetten tegen de maatschappij. Dat vond ik... Ja. Dat vond ik kicken. Ja. Toen was je 15. Ja, was ik 15. Ja. Ja. En gek van Ajax. Gek van Ajax, ja. Ook wat erbij kwam kijken natuurlijk. Ja. Wat er omheen, ja, ik vond het, ja, die adrenaline. Was het alleen adrenaline? Toen wel. Ja, toen wel. Ja, later kwam er drank bij kijken. En weet je waarom ik dat vraag? Was het niet ook de samenhorigheid? Juist. Yes. Ja, je tikt hem eigenlijk wel, hè? Ja, ja, de samenhorigheid. Mm-hmm. Samen wij tegen de maatschappij. En daarvoor voelde je je? Voordat dat gebeurde? Ja, eenzaam. Ja. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? De eenzaamheid? De eenzaamheid, ja.
Want je zei net dat je hebt het best wel goed gehad vroeger. Ja, ik heb het gewoon goed gehad. Weet je, een heel lieve moeder. Uh-huh. Wel een strenge vader. Ja. Weet je wel. Maar die was toen nog niet zo heel streng. Maar, weet je, maar kijk, dat die... dat ik op een gegeven moment natuurlijk hele weekenden niet meer thuis kwam. Hè, want dat was het. Hè. Ik ging vrijdags of zaterdags naar houseparty en zondags naar voetballen toe. Weet je, toen werd hij wel strenger eigenlijk, weet je wel. Ja. Is moeilijk. Want uiteindelijk, weet je, ben ik er wel achter gekomen. Hij had het wel goed met me voor, mijn vader. Ja. Weet je, hij had het wel goed met me voor. Hij zag zijn zoon natuurlijk gewoon afglijden. Ja. Ja. Dat herken ik ook bij mijn moeder. En ze kon er niks tegen doen, want ik was pas begonnen. Ja. Stond in de startblokken. In de startblokken, ja. Ja. Had je een vader bijvoorbeeld die bijvoorbeeld ook dronk of niet? Ja, ja. De alcohol zat wel bij ons in de familie. Ja. En dat was, maar dat was dan meer thuis. Mijn vader was nou niet dat type die in de kroeg ging drinken, maar meer thuis. En mijn moeder ook. En de daarbij horende ruzies. Weet je, waar het over ging, dat wist ik meestal niet. Maar ik werd s'avonds wel wakker. Weet je wel. En dat het dan een knallende ruzie was. En eigenlijk trok ik altijd naar mijn moeder toe. Waarom weet ik niet. Maar ik ging dan altijd eigenlijk wel als klein kind, als 6-jarig jochie. Ging dan bij mijn moeder zitten eigenlijk altijd. In de hoop dat de ruzie zou aflopen. Ja. Heb je nog broertjes, zusjes? Ik heb nog een oudere zus. Die is 12 jaar ouder als me. Ja. Ja, die woont op het ogenblik in Hongarije. En die heeft haar eigen leven daar ook. Okay. Ja. Goed contact mee? Ja, ja. We bellen één keer in de zoveel tijd. Om de 2 weken. Om de maand. Ja, heb ik op zich goede contact mee. Hey, en toen die ruzies thuis waren, woonde zij toen ook nog in huis? Nee. Zij was op de 18-jarige leeftijd... was een moedje. Ze was zwanger. Ze moest gaan trouwen. Het huis uit. Dus eigenlijk voel ik me ook meer van dat ene kind eigenlijk. Ja. Ja. Dus dat heeft het toch wel een beetje gekoppeld aan die eenzaamheid. Denk het wel, ja. Ja. Ja, denk het wel. Ja. En praat je dan met iemand daarover? Nee. Ja. Nee, ik moet eerlijk zeggen. Of tenminste, ja, is dat die tijd, weet je, over gevoelens werd niet echt gesproken eigenlijk bij ons thuis. Nee. Dus ik heb het ook niet geleerd om over gevoelens te praten. En nu wel, dat heb ik wel uit mezelf en natuurlijk in de kliniek en natuurlijk in de programma's geleerd. Maar ja, gevoelens, ja, dat is, weet je, als jongen huil je niet. Nee. Weet je wel, als jongen en je gaat maar door, weet je wel. Dat is een beetje het... Het was het motto. Het motto bij ons thuis was al wel altijd... je moet werken. Als je werk hebt, verdien je geld. En als je geld verdient, dan heb je het goed. Ja. En dat was eigenlijk altijd het motto. En wat voor werk deed je toen? Weet je nog je eerste baan? Ik heb op een school gezeten voor de binnenvaart. Oké. Ja. En ja, ik ben eigenlijk als matroosje begonnen op een binnenvaartschip. Was het je droom ook altijd om op een schip te werken? Ik zei, toen ik op de lagere school zat, hè, dan gaan ze op een gegeven moment, als je 11 of 12 bent, dan gaan ze je een vraag stellen. Goh, Ivan, wat zou jij willen worden later? Ja. En mijn ouders hadden altijd een jachtje en een klein bootje. En dan gingen we eens naar de Vinkerveense plassen. Oh, en dan zag ik die politie daar, hè, met die speedboten. Ja. Die gingen achter die andere speedboten. Ja. Ik dacht, kijk, die mogen legaal hard varen. Dat is leuk. Ja. Dat wil ik ook. Ja. Nou, ik vertelde het net al. Met mijn 15 ging het woordje politie eraf. Ja. Dus ja. Toen bleef er alleen maar nog schepen over. Varen over. Ja. Weet je wel, de politie te water toen nog, dat heb ik nooit gered eigenlijk. Nee, en ja, ik heb mijn droom, ja. Moet ik het zeggen dat ik op een gegeven moment, mijn leven bestaat eigenlijk altijd, mijn hele leven al uit boten. Hè? Weet je, schepen, dit. En dan heb ik wel eens zo'n moment van, maar weer een boot, weer een schip, weer een dit. Maar uiteindelijk is het wel waar ik goed in ben. Ja. Ik denk dat iedereen wel eens een moment hebt, weet je, als je iets doet, hè, wat je eigenlijk ook wel je passie bij ligt. Maar op een gegeven moment heb je ook wel eens, als je iedere dag biefstuk eet, wil je wel eens een keer iets anders. Zeg maar. Ja. En dat had ik met dit ook. Maar uiteindelijk,
Ik word in november 50 en het is nog steeds wat ik doe. En dat is eigenlijk nog steeds waar ik goed in ben. Ik heb al een uitstapje gemaakt. Weet je, dan dacht ik van nou, ik ga in de bouw werken, in de sloop. En dat was het nou ook weer niet. Nee. Weet je, de sleur van, wel, ons hebben een heel onregelmatig leven. En de sleur van maandag tot vrijdag en van 8 tot 5 werken, dat legt mij al helemaal niet. Weet je, daar word ik zo ongelukkig van. Dus ja, weet je, het is wat het is. En ja. Hey, en even terugkomend op wanneer begon het bij jou met middelengebruik? De softdrugs. Ik mag de middelen gewoon benoemen. Ja, natuurlijk. Een beetje blauw begon op mij, 13e, 14e geloof ik. Weet je, en ja, dat was het. Blauw en een beetje bier drinken. Weet je, of misschien iets sterkers. Hè? Dat was op zich nog. Ja, dat ik op een gegeven moment met die houseparties in aanraking kwam. En ook met, weet je, toen kwam er een beetje pillen bij kijken. En op een gegeven moment, ja, ik weet wel dat ik op een gegeven moment mijn eerste lijn cocaïne nam. Toen dacht ik wel van, shit. Weet je, dit is wel het eigenlijk. Weet je, en dat is eigenlijk, ik heb eigenlijk van alles al geprobeerd. Ik heb cocaïne gesnoven. Ik heb ook een tijd gerookt geweest. Maar dat ging zo hard. Daar ben ik gelukkig een beetje, nou ja, zelfstandig een beetje mee gestopt. Onder het motto van, jongens, dit is een beetje te gortig. Ja, weet je, pillen. Ik heb ook GHB gebruikt. Moet ik eerlijk zeggen dat ik daar niet het idee had dat ik daar lichamelijk verslaafd aan werd. Maar ik heb toch eigenlijk wel vernomen, zeker in de kliniek, dat ook heel erg lichamelijk, heel erg verslavend is. Maar ik had dat niet het idee van dat ik daar heel veel last van had. Maar ja. Dan moet je eerst echt een tijdje achter elkaar gebruiken. Het ligt eraan hoeveel GBL ze erin gooien. Als de dosis daarvan heel hoog is en een GHB, dan raak je heel snel weg. Binnen een paar dagen ben je gewoon lichamelijk verslaafd. Ja. Het is wel ook wat ze in de kliniek zeggen. Hè? Weet je, als dat ene niet zeg maar in de buurt is, maar het andere wel, dat je gauw overstapt. Ja. Weet je wel? Van het ene product naar het andere product. En dat het eigenlijk niet uitmaakt welk product je gebruikt, als je maar iets gebruikt. En dat was voor mij wel een van de herkenbare punten. Van ja, ik ben verslaafd. Ja. En wat voor problemen gaf dat? Dat je zag van, hé, je houdt al die ballen hoog. Waar begonnen die ballen te vallen, denk je? Bij jou? Eerst in het begin echt relaties. Ja. Ja, relaties, weet je wel. Ja, relaties ging kapot. Afspraken niet nakomen. En daar bedoel ik mee, vooral op het sociale vlak. Op een gegeven moment, ik dacht dat het bij mij niet hoorde om de huur te betalen. Nee. Weet je wel, waarom zou ik die betalen? En wat kan er nou gebeuren? Ja, ja, totdat ze een keertje op een gegeven moment echt aankomen kloppen van, nou, je moet eruit. En dat ze al je spullen gewoon in een container gooien. Ja. Toen dacht ik van, shit. Hoe oud was je toen? Hoe oud was ik toen? Volgens mij was ik toen 25. Ja. 25 en dan sta je gewoon op straat. Weet je? En ik had nog steeds het idee dat ik eigenlijk mijn onrecht werd aangedaan. Ja. ging je daar in verzet? Nou ja, daar viel eigenlijk weinig verzet, want er staan twee politiebussen bij. En, ah, oké. Okay. Ja. Ja, omdat je van die spanning houdt en die sensatie. Ja, nee, maar op dat moment, ja, ze kwamen op een ongelukkig moment. Dat was erg vroeg, dus ik was nog niet echt wakker, zeg maar. Ja. Dan weten ze goed de time altijd, hè? Ja, dan weten ze goed de time, ja. Ja, maar vooral op relatiesvlak, weet je. Ik merkte gewoon, weet je, dat het, ja. Weet je, daar gaf ik ook nog die meiden de schuld eigenlijk, weet je. Ja. Zonde. Ja, dat is heftig, die machteloosheid. Ik heb ook heel veel relaties gehad. Ja. En elke keer als die relatie uitging, en meestal ging dat gewoon door mijn stommiteiten. Of de keuzes die ik had gemaakt, en die waren vaak heel egoïstisch. Weet je, en dan dacht ik van, nou, die weet je, die vrouw die gaat toch niet bij me weg. En uiteindelijk gaat ze bij me weg. En dan had ik ook nog die arrogantie dat ik denk, ik ben toch het beste vriendje van de wereld. Ja. Maar op het moment dat het gewoon bij haar tot hier is, dan gaat ze bij me weg. En dan valt echt, dan verlies ik gewoon de grond onder mijn voeten. Gewoon, weet je. En dan ga ik echt, dan ga ik keihard. En dan kom ik in een soort van, ja, zelfmedelijden terecht. En zelf, vooral zelfdestructie. In plaats dat je denkt, hey, shit, ze is weg. Laat ik wat aan mijn probleem gaan doen. Ja.
het komt bij ons, zeg maar, niet in het hoofd voor, hè? Op een of andere manier. Nee, tenminste, niet de eerste of de tweede keer. Het moet ik echt... heb echt het gevoel dat ik dan dood ga. Hè? Dat ja. echt de helft van mij gewoon weg is. Ja. En dan komt de spijt, hè? Pas achteraf. Ja. En vaak heb ik dan, ja, dan vul ik dat gewoon weer door. Weer op. Weer ja. een nieuwe relatie te beginnen, ja. weet je. En dat herhaalt zich elke keer. En, weet je, ja. Het is wel mooi hoe je dat zegt, die arrogantie. Ja. Hè, de arrogantie van, ja, maar hoe kan jij in godsnaam bij mij weggaan? Ja. ja. En dat ook gewoon nog niet eens zien dat je iets verkeerd doet. Ja. Ja, dat doet toch iedereen? Ja, gewoon zeggen van jij bent niet loyaal. Ja. Maar ondertussen ja. doe ik alles wat God verboden heeft. Ja. Loop ik er te belazeren, ja. loop ik er te bedriegen. En heel maf, hè? Want dat gebeurt er als ik het gebruik. Ja, dan het eerste wat ik doe, ik gooi mijn geweten uit. Ja. En wat ga ik dan doen? Gewetenloze dingen. Ja. En op het moment dat ik weer een paar dagen clean ben, komt het geweten terug van, helaas, kijk wat jij aan het doen bent. Ja. En dat is zo overweldigend, ja. dat moet ik weer verdoven. Ja. En dat heeft gewoon jaar in, jaar uit, ging dat gewoon zo. Het is gewoon die cirkel, hè? Het is een vicieuze cirkel waar ik niet ja. uit kon komen, nee. echt niet gewoon. Ja, en ondertussen, ik weet niet of jij dat ook hebt meegemaakt, Ivo, of jij, dat je jezelf ook nog gaat haten daarvoor. Ja, 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 tuurlijk. Weet je? Ja. Een soort van zelfhaat. Ja, zelfmedelijden. Zelfmedelijden en denk van, nou, dit doe ik nooit meer en nu ga ik het echt beter doen. En dat is gewoon en dan precies weer hetzelfde ja. doen. Als dat je in het begin, gewoon weer, je bent bij je. Je begint er is weer. Niks veranderd. Je begint gewoon weer ja. bij start. Als je doet wat je doet, dan ja. krijg je wat je krijgt. Als je doet, lijkt wel Cruijff. Als je doet wat je doet, dan krijg je wat je krijgt. Ja. Ja. Echt waar. Wil je wat anders, ja. moet je iets anders proberen. Ja, ja dat zegt Ronald ook. Ja. Oh man, herkenbaar. Allemaal herkenbaar, man. Maar Ivo, dus op een gegeven moment merk je de problemen ook... Was je ook op de boot toen? Was je al aan het varen? Was je al schipper? Ja. En had dat er geen problemen? Je echt tegenaan varen? Ja, nee, eigenlijk. Nee? Ja, op een of andere gekke manier weet mijn slimme verslaving. Ja. Ja, weet je, het is een goede baan. Weet je, je kan er een leuk zakcentje mee verdienen. Ja. Die had wel in de gaten van, hey, ik bekostig dan mijn verslaving ja. deels mee natuurlijk. Ja. ja. Maar wat je, kijk, zoals iemand die, ik zeg maar wat, een taxichauffeur gebruikt. Je kan tegen een politiecontrole aanlopen. Dan ja. je moet blazen of zo, weet je wel. Dat zie je ja. dan, heb je dat ook op... Dat heb je ook op schepen, maar ook die schepen. Als ik aan het werk ben, dan heb ik dat totaal geen talen na om iets te gebruiken. Oh, oké, dan was je... Dan was je nee. ja. Maar ze doen wel steekproeven af en toe. Ja, ze doen wel steekproeven. En dan komen ze gewoon bij je aan boord... Ja, en dan moet je even blazen. Moet je even blazen of ja. En moeten zelfs van de meeste bedrijven uit. Sorry. Wat ik een beetje vreemd vind. Eén keer in het jaar in een potje pissen. Okay. Bij alcohol en drugscontrole. Ik vind het zo vreemd. Want het is volgens de Nederlandse wet verboden. Maar ja, maar ja, we doen er vrolijk aan mee. En, voor de veiligheid ja, is dat, hè, denk ik. Ja, ja. Want het is wel een beetje lullig als je zeg maar woensdags aan boord komt. En je hebt net een weekendje gefeest. Oh ja, oh ja, dan ja, zit ja, het er nog in natuurlijk. Zit ja. er nog in, ja. Ja, ja, ja. Maar je bent met heel veel bedrijven. Volgens mij was dat een heel groot autobedrijf. Ik wil geen namen noemen. Maar die had toen ook een test gedaan. Gewoon de helft. De helft was positief, omdat ze in het weekend ja, bier drinken losgingen. Ja, ja. En dan kwamen ze op het werk en dan kwam er ineens zo'n test. De helft was gewoon, ja, had gewoon een positieve test. Ja. Even voor de mensen thuis, zo'n binnenvaartschip, toch? Zo heet het? Nee? Ja, hoe noem je dat? Ja, binnenvaartschip. Ja. Dat is ik heb een heel klein bootje van 5 meter. Ja. Hoe groot is die voor jou? 110. 110 wow. meter. Dus als ik die vaak aanzie komen, ik weet niet hoe snel ik aan de kant moet gewoon. Maar dat is een enorme gevaarte, toch? En wat vervoerde jij? Op dit schip waar ik zit, voornamelijk diesel. Oké, okay, diesel. Ja, dus diesel. Je moet niet... diesel. Moet je ook wel eens naar buitenland? Ja, ja, zeker. Ja, wat is buitenland? Duitsland. Ja, dat is ook buitenland. Ik geloof dat ik woensdag weer naar Straatsburg moet rijden. Ja. Dus om daar naar een schip toe te gaan, ja. ja. En hoe lang ben je onderweg met zo'n schip? In principe werk ik 2 weken en ben ik 2 weken vrij. Oké, je bent gewoon... Dus van hier naar Duitsland bijvoorbeeld? Van Amsterdam naar Duitsland? Hoe lang? Ja, maar ze pikken mij niet op in Amsterdam. Hè? Oh. Ik ga naar het schip toe. Het schip moet zijn werk doen. Ja, ja, ja. Okay. Zou dat lekker wezen? Dat is wel constant oppikken. Nou, dat doen ze dat niet. Zou wel top zijn, toch? Niet? Hier in de gracht. Nee, dat doen ze niet. Dus, ja. En toen? En toen? Ja.
En toen? Waar wil je het over hebben? Ja, waar het fout ging. Waar het fout waar ging? Het op een gegeven, dat je op een gegeven moment zag van... Hey, dit is zo progressief. Ik ben nu mezelf aan het verliezen. Er is een moment in mijn leven gekomen. Die is bijna 6 jaar terug. En want we hebben er nog niet over gehad. Maar mijn moeder was mijn... Mijn vader was ondertussen al overleden. Maar mijn moeder was mijn alles. Ik zat er toen straks al tegen Najib te vertellen. Weet je, van, hè, mijn moeder was mijn alles. Dus iedereen me uitkotste. Iedereen klaar met me was. Mm-hmm. En ik eigenlijk weer een moment van rust nodig had. Waar ging ik heen? Naar mijn moeder. Ik was het laatste 6 jaar geleden. Ik zei plotseling. Ik was het laatste jaar al niet zo vaak meer geweest. En ik had tegen mijn meisje gezegd. Ik moet weer eens een keer langs mama. We moeten weer een keer langs mama. Maar je weet van afstel komt uitstel. Of van uitstel komt afstel. En op een gegeven moment. Ik weet nog heel goed. Die vrijdag. Ik werd in gang gezet. Ik ging douchen. En bij mij zei ik. Ja, ik zei, ik ga naar mijn moeder. En hoe lang had je er toen al niet gezien? Ik had er toen iets minder dan een jaar niet gezien. Dat is heel lang. Dat is best wel lang. Heel lang, ja, als je zo erg van je moeder houdt. Ja, ja. Maar we belden. Ja. Hè, ik heb best wel toen de tijd echt een druk leven. Mm-hmm. En ik belde al om de 2 weken. Het ging altijd goed. Het ging altijd goed. Oké, was er ook schaamte bij jou bij? Dat je er niet was zien? Dat was gewoon echt... Ja, weet je... Dat liep gewoon even zo. Oké. En, maar die vrijdag, ik werd in gang gezet. En ik kwam bij haar thuis. En ik had sleutels thuis. En het lijkt net of er niemand thuis was. Dus ik kwam binnen. En dus ik ging een beetje zo worden. En ik stond toen ook nog ingeschreven bij mijn... Dus ik ging een beetje op zoek naar mijn post. En opeens hoorde ik iets van een klap boven. Dus ik ging naar boven toe. En ik vond mijn moeder op bed. Zwaar vermagerd. Doodziek. Wow. Dat was vrijdags. Om een lang verhaal kort te maken. Hè? Ziekenhuis. En maandags hoorden we dat ze nog maar een paar weken te leven had. Wat heftig hoor. En toen kwam de klap eigenlijk. En vooral de klap. En daar ben ik echt niet trots op. Maar vooral de klap. Fuck. Die is er straks niet meer. En hoe ga ik dat er straks doen? Dat dacht je. Hoe ga ik dat doen? Egoïstisch, hè? Maar dat dacht ik echt. Ik dacht echt van shit. Straks is mijn backup, weet je wel. Ja, omdat ze altijd voor jou is geweest. Ja, degene die... als iedereen me uitkotst. Ja, kon je daar altijd terecht. Dat kwam haar terecht. Had ik ook met mijn moeder, ja. Zij was de enige op deze wereld die mij niet veroordeelde. Ja. Om waar ik mee bezig was. Ja. En ik dacht echt van, fuck, hoe ga ik dat straks doen? Ja. Was je bang? Ja. Ja, heel bang. Ik was heel bang. En ik weet ook nog dat ik dat, zeg maar, dat bericht niet kon handelen. Dat was met een dokter. Nou ja, we nemen afscheid in dat ziekenhuis. Ik kon dat moment niet handelen. Ik ben eigenlijk toen die avond op pad gegaan. Mijn moeder woonde ondertussen in Binnenhuizen. Ik heb zelfs mijn meisje daar in dat huis alleen gelaten. Ik ben gewoon eigenlijk gewoon zonder iets te zeggen weggegaan. Ik ben naar Amsterdam toe gegaan. Ik heb daar 2 dagen lopen knallen. En uiteindelijk kwam ik na 3 dagen weer bij mijn moeder in het ziekenhuis aan bed. En die keek mij aan. Echt zo uitgeraasd. En ja, ik schaamde me eigenlijk kapot. Ik heb toen wel een belofte moeten doen aan mijn moeder. En dat heb ik natuurlijk volmondig ja voor. Die vroeg mij echt van, ja, Yves, straks ben ik er niet meer. Zij dacht ook zo, straks ben ik er niet meer. Ga alsjeblieft wat aan je probleem doen. Ja, aan mijn probleem. Ik heb daar volmondig natuurlijk ja op gezegd. Maar ik heb dat natuurlijk moment suprem ook niet aangehouden. Ik heb dan nog na haar dood, nog 4 maanden. Ik was zielig. Ik had verdriet. En het was gewoon legaal gebruiken. Want ik was, weet je, ik was verdrietig. En uiteindelijk dat iedereen me klaar met me was. Weet je, want iedereen zei van, Yves, we snappen je verdriet. Weet je, we snappen dat dat heel erg is voor je. Maar dit is niet de manier. Herken jij dit? Ja, nou ja, ik vroeg me af, heb je moeder dat nooit eerder gevraagd toen je in gebruik zat om te stoppen?
Was dat een soort van eerste keer dat het bij je doordrong? Of? Ik denk dat mijn moeder, of ze wilde het niet zien, okay, maar nooit echt in de gaten had dat ik dus echt harddrugs gebruikte. Ja. Zij dacht altijd dat ik hem deed drinken en blowen. Ik heb het wel eens een keer tegen haar opgebiecht. Ja. Maar dat, ja, ik denk niet dat het echt tot haar doordrong eigenlijk, zeg maar. Ja, ja, ik had het precies hetzelfde. Tenminste, ik schaamde me kapot als ik had gebruikt en ik moest haar onder ogen zien. Had ik altijd wel een smoes. Twee, de dag daarna, en dan weet je hoe je voelt, lag ik op de bank te slapen. Uh-huh. En dan moest ze daar een beetje om lachen. Ja. Maar ze zag gewoon de struggle in mij, maar nooit echt gezegd, luister... Wat gebruik je? Weet je wat het echt zo specifiek zeggen? Ja, dat is heel confronterend. Aan een tafel zitten, luister, je gebruikt toch niet harddrugs? Weet je, het is altijd middelen. Ze wist niet wat, maar ze wist dat het... Ja. Weet je, en waarom? Ze vroeg ze ook altijd af waarom. Want ik had een huis, ik had een baan, ik had alles. Alleen het waarom, weet je wel. Dat, ik kon haar die eenzaamheid niet vertellen. En ik denk dat zij toen ik hoorde dat zij borstkanker had... Ja, toen stortte mijn wereld in. Toen dacht ik echt, wacht even man, ik denk, hoe dan? Zij... rookt niet, drinkt niet, probeert gezond te leven... en krijgt iets waar ze misschien dood aan kan gaan. En ik ben mezelf kapot aan het maken, weet je. Ik snapte die... Ik dacht, waar ben ik mee bezig? Maar dan nog steeds niet, nog steeds machteloos over die middelen om te stoppen. Weet je wel, dan ging ik in die zielige modus ook zitten. Wat jij zegt van, oh, wat erg, ze gaat straks dood. En dan, weet je wel, ik heb er zoveel pijn gedaan en... Ja, dat is... Oh, je hebt niet door dat dat egoïstisch is op dat moment. Nee. Hè? Want je bent weer met... Ja, ik ben alleen met mijn eigen pijn bezig. Van, oh, waarom moet dit mij overkomen? Weet je hoe vaak ik dat iemand overleed? Dat ik dacht, oh, waarom moet dit mij gebeuren? Ja. Diegene die heeft ouders en familie en jij bent weer met jezelf bij. Ja. Op dat moment wist ik ook echt niet beter. Pas later dat ik in de kliniek zat, dat mensen mij daarop aanspraken, weet je. Zeggen van, wat ben je eigenlijk heel egoïstisch? Ja. Weet je, ik hielp vroeger altijd iedereen met geld. Ook met geld smijten. Ja. Die, hier, heb je wat nodig hier? Ja. Nee, het is genoeg, hier heb je nog meer. Ja. Willen ze teruggeven? Nee, is goed zo. Deed ik allemaal om mezelf een schouderklapje te geven. Van dat ik er mag zijn. Dat deed ik uit een soort lage eigenwaarde of zo. Ja. Heel pittig, omdat het is zo confronterend om te zien van... dat ik eigenlijk heel egoïstisch ben geweest. En alleen maar met mijn eigen... pijn, met mijn eigen eenzaamheid. En alles moest daar op een of andere manier voor wijken of zo. Weet je? Ben je niet blij dat ik het nu wel kan zien? Ik ben blij dat ik het kan zien. Want ik kan het nu wel voor zijn. En dat betekent niet dat het helemaal weg is. Ja. Af en toe, het is net een fiets die aan het uitrollen is. Ik ben niet meer aan het trappen, maar ik ben nog steeds aan het rollen. En ik heb wel mooi vergelijking. Ja, maar dat is echt zo. Ja, ik heb gewoon karakterfouten. Ja. Ik heb echt karaktergebreken. Ja. Die gaan het podium af. Die doen een nieuw jasje aan en ze gaan het podium op. En ik herken ze niet. Nee. Ik denk, dit is iets heel nieuws. Nou, dit is gewoon hetzelfde met een hele andere muziekje erbij. Weet je? En ik kan daar nog steeds intrappen. En dan moet ik af en toe op de bladen zetten. Dan moet je die man hebben met die haak die jou zo van het podium aftrekt. Draf jij. Ja, dat is mijn sponsor. Ja. Dus, nee man. Ja. Ik voel die pijn gewoon weer. Van je, ja, ik voel het gewoon, natuurlijk. Weet je wel. Dus iedere keer, Maar het is ook niet niks. Nee. En heb je zelf kunnen vergeven, zeg maar? Heeft zij jou vergeven? Heeft ze iets gezegd? Vond ze het mooi, zeg maar, toen je zei, ik ga er wat aan doen? Weet je dat je dat hebt beloofd? Ik weet niet of ze mij geloofde. Oh ja, ook zoiets, mensen geloven dat. We zaten, op een moment zaten we ook best wel... En wat ik vroeg me eigenlijk ook af waarom mijn moeder het zo... Het bleek dus dat ze het laatste jaar is gewoon meerdere malen heel erg ziek geweest. Maar dat heeft ze nooit verteld. Ja. Onder het motto van, ja, ik wil je niet tot last zijn. Okay. Ze wilde mij niet tot last zijn. Hè? En ook de buren, zelfs haar beste vriendinnen. En eigenlijk zei ik wel, ik zeg, waarom heb je het zo ver laten komen? Het is helemaal uitgezaaid door het hele lichaam. Die moest heel veel pijn hebben gehad. Weet je, moment, andere generatie, andere opvattingen, weet je. Ben je boos geweest ook? Op mijn moeder? Ja, toen je erachter kwam dat ze zo ziek was. Dat lijkt me een heel raar iets. Aan de ene kant... Ik ben wel boos geweest. En dat weet ze ook. Waarom ze niet
aan de bellen bij mij. Waarom heeft ze altijd tegen mij gezegd dat het goed met haar ging? Ze heeft zelfs haar beste vriendin, die 3 deuren verderop woont, belazerd. Want ze zei bijvoorbeeld met kerst, dan zei ze, ja, ik ga naar Ivo toe. Oh ja. En tegen mij zei ze dat ze naar een vriendin in Haarlem. En dan bleek ze gewoon alleen thuis te zitten. Ja. Ja, weet je, kom aan zeg. Je hebt vrienden, weet je, die hebt mij. Weet je, je kan overal terecht. En dan, ja. Maar hoe ging het toen met jou in die periode? Ja, nou, op zich, ja, redelijk. Bedoel je daarvoor? Nou, gewoon, weet je, ja, daarvoor ook. Want dat ze de keuze maakt om het jou niet te vertellen. Nou, op zich ging het redelijk tot goed, weet je. Maar dacht zij hetzelfde? Hè? Dacht zij hetzelfde? Ja, dat weet ik dus niet. Nee, ja. Die vraag heb ik toen eigenlijk ook niet gesteld aan haar, weet je wel. Ik denk dat ze wel weer... Hè, want ik had toen natuurlijk mijn vriendin, hè, die ik nu wat ik nog steeds mee ben, ontmoet. En dat vond ze ook wel een hele goede vrouw, eigenlijk, ja. Weet je dat? Denk ik, ja. Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dat vond zij een goede vrouw. Ze denkt, nou, hij is bij haar en dan... Ik wil hem niet tot last zijn. Nee, ja, nee. Ik had het ook al met mijn vader, die de laatste jaren dronk. Omdat ik hem niet sprak en vroeg in de omgeving, hoe gaat het met hem? Gaat goed. Terwijl ik hem een keer opzocht, omdat mijn broertje er was, mijn jongste broertje. En toen kwam ik daar binnen en toen zag ik al die flessen. Overal het hele huis, weet je. Gewoon echt iemand die al dagenlang aan het drinken is en... troep aan het verstoppen is. En toen schrok ik echt. En toen vond ik het heel moeilijk om aan mijn moeder te vertellen. Toen zei ze, hoe is het met hem? Ik zeg, nou, gaat niet goed. Ik zie overal flessen staan. En dan voel je je echt machteloos. Want ja, hij zegt, nee, het gaat wel goed. Nee, ik drink niet meer. Weet je, en dan zie je het, tegenovergestelde. Want hoe lang geleden is het nou dat ze is overleden, Ivo? Volgens mij is dat nu de periode dat ze ernstig ziek was, 6 jaar geleden. Ja. 6 jaar geleden. Ja. Ja. Uiteindelijk heb ze nog net geen 2 maanden nog in een hospice doorgebracht. Ja. Ik weet ook niet of ik het al een plekje heb gegeven. Ik kan er wel makkelijker over praten. Ja. Ik merk al dat ik... daarvoor zat ik wel eens in huilen uit te barsten. Gelukkig kan ik huilen, maar... Ja, maar ik heb het er nog wel echt, ja, nog steeds wel moeilijk mee. Snap het. Maar ja, uiteindelijk heeft het er wel voor gezorgd. Hè, dat ik natuurlijk in de periode daarna zo hard ging. Dat ik uiteindelijk wel in een kliniek terecht ben gekomen. Was het je eerste opname? Ja, mijn eerste opname. Ja, 12-stappen kliniek? Ja, 12-stappen kliniek. En daar ben ik eigenlijk ingegaan. Excuses. Dat ik echt een heel weekend van alles had gebruikt. En dat was ik was toen eigenlijk naar mijn moeders huis toe gaan. Die toen nog aan had gaan. Want ik moest de boel nog helemaal leeg halen. En ik kon niet meer opstaan. Ik deed me eigenlijk mijn ontlasting in de douche waar ik heen kroop. En ik dacht dan van, dit gaat niet goed. En ik probeerde mijn vriendin te bellen, die nam me niet op. Mijn beste vriend nam me niet op. Niemand nam meer op. Iedereen was klaar met me. En toen heb ik met laatste krachten... klinkt dramatisch, hè? Heb ik verslaving in. En toen kwam er een naam van een kliniek voorbij. Die ik niet mag zeggen. Maar en die had ik al een keer eerder gehoord. Want iemand was een keer dacht, jij hebt een probleem. Jij moet daarheen gaan. En ik heb die mensen opgebeld. Intakegesprek. En toen ging het alweer een beetje. Hè? Ja. Want dat was een paar dagen later. Maar ik ben eigenlijk de kliniek... Wat ik wil zeggen, ik ben de kliniek ingegaan om wat mensen rustig te houden. Maar kijk jongens, ik ga wat... Ja, je deed het gewoon voor iemand anders. Gewoon van het gezeik af te zijn. Ik ga wat aan mijn probleem doen. Ja. En jullie moeten niet zo zeuren. En eigenlijk... In de kliniek... Ik zeg altijd zo. Ik ging niet verslaafd de kliniek in. Maar ik kwam verslaafd uit. Want daar ben ik er pas achter gekomen. En heb ik tegen me erkend... Ik kwam daar niet meer aan. Die kwamen met zoveel dingen aanzetten. Ik dacht de hele tijd, die hebben het over mij. Ja. Die keek zo over mij. Ja. Ik bedoel, ze jou erbij. Nee, nee. Had ik dat maar naar mijn eerste kliniek. Ja. Jij was ook hardleers, hè? Ja. Dat is heel zacht uitgedrukt. Ja. Had ik dat maar. Ja. Had ik dat maar. Ik zat zo in de ontkenning. Ja. Ik gaf echt
iedereen en alles de schuld om mij. Maar toen je eruit, je komt de kliniek uit en dan ga je gelijk gebruiken of heeft het even geduurd? Nee, soms de eerste. Ik was ook het beste jongetje van de klas, hè. Ik was zo vaak opgenomen. Ja, ik wist alles zo mooi te vertellen en ik was de eerste die terugviel. Ja. Weet je, ik vond het gewoon heel moeilijk om eerlijk te worden. Ja. Gewoon echt te erkennen dat ik er een puinhoop van gemaakt. Nee, ik hield me nog vast aan het zielige egootje. Ja. Weet je, en dat was heel erg pijnlijk, want daar kon ik gewoon niet op clean blijven. Weet je, ik moest die ego moest ik aan de kant zetten en ik moest om hulp gaan vragen en ik moest me kwetsbaar gaan opstellen. Ik wist niet toen dat kwetsbaarheid eigenlijk een kracht is. Weet je, nu weet ik van hoe kwetsbaarder je je opstelt, hoe onkwetsbaarder je je wordt. Ja. Weet je, maar dat wist ik niet toen. Ik kom van ver, weet je, van de straat. En dat ga je niet, dat doe je gewoon niet. Nee. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik heel lang in de pijn, in de misère en in die terugvallen blijf zitten. Ja. En je eerste keer de opname kliniek geweest en toen kwam je eruit. Zag je toen het nieuwe leven? Ging je toen dingen goed? Ja. Het ging allemaal vooruit. Het ging allemaal geweldig eigenlijk. Ja, ja nee, ik heb... drie jaar en een maand ben ik toen clean geweest. Okay. Ja, na de opname. En ja, eigenlijk ging het... niet alles, maar... Weet je... Ik kreeg weer een eigen woning. Ja. Weet je wel? Die had ik al heel lang niet gehad. Echt al heel lang. Weet je wel? Dus ik had echt zoiets van... Ik mag het eigenlijk weer eens gaan proberen. Was je in de tussentijd gewoon aan het bankhoppen? Aan het? Bankhoppen. Gewoon bij verschillende mensen wonen. Ik woonde toen de tijd bij mijn vriendin. Oké. Okay. Ja. Maar ik kreeg een eigen woning. En ik heb mijn rijbewijs gehad. Ik heb een auto gekocht. En ja, het zijn maar materiële dingen. Ja. Maar weet je, daardoor voelde ik me eigenlijk wel weer meer man worden eigenlijk. Hè? Ja. Ik voelde me eigenlijk met mijn overchipkaart nou niet echt een hele kerel. Maar had je toen al je vaarbewijs? Maar vind jij niet een bewijs? Want als ik een vaarbewijs zou hebben in die tijd, hey, ik zou zeggen, wauw. Ik zou helemaal van die grote schepen. Ik zou het rijbewijs kippen. Ja, maar dat klinkt eigenlijk, dat is best wel gek aan. Want zelfs midden in mijn hardcore verslaving, ik heb het je al verteld, op mijn werk deed ik gewoon niks. Nee. En op mijn werk ging ik eigenlijk best wel stijgende lijn eigenlijk. Ja. Misschien ook met hier en daar wel een gelukje dat ik net het juiste schip heb uitgekozen. Of dat ik daar wel de... Hè, maar ja, weet je... Ja, dat wil ik al zei, weet je wel, het is wel mijn passie. Ja. Ja. En daar kon ik me wel echt in uitleven, zeg maar. Ja. En dingen voor opzij zetten en denken van, hier ga ik voor. Ja, ja, ja. Maar ja, als ik dan thuis was, dan ja. Dus iemand heeft het wel eens tegen mij gezegd van, Yves, je bent zo'n goede kapitein. Word eens een keer een goede kapitein over je eigen leven. Ah, ja. Want mijn eigen leven was gewoon, mijn eigen privéleven was gewoon... Eén grote, mag ik het zeggen? Teringzooi. Tuurlijk mag jij dat zeggen. Nee, dat was gewoon één grote teringzooi. Maar op mijn werk wist ik het allemaal wel goed te regelen. Ja. Ja. Raar toch? Ja. Hey, en Evo, je bent clean gebleven na die opname. Ja. Je bent niet teruggevallen. Jawel. Na die opname? Ja. En toen ben je 3 jaar clean geworden? Nee, eerst 3 jaar clean. Oké. Okay. En toen kwam eigenlijk... Ik kreeg mijn eigen woning. En toen begon het. Hoe begon het? Ik heb ergens naartoe willen leven. Hè, weet je? Ik wilde meer rust in mijn leven creëren. En ik denk van, weet je, ik neem mijn eigen woning. Ik woonde samen met mijn vriendin. Maar ik denk, weet je, ik ga even wat meer rust creëren. Voor mezelf. Ik neem mijn eigen woning. Dat ik af en toe gewoon lekker rust. En dat is echt waar ik naartoe heb gewerkt. Hè? En toen kwam ik alleen te zitten. En toen begon het te spoken. Weet je, waarschijnlijk... Ja, ben ik er... Kan ik niet alleen zijn? En dat is het gekke ervan. Weet je, dus ik wil ergens naartoe. Ik wil gewoon af en toe een moment van rust hebben en alleen zijn. Maar als ik langer dan 24 uur alleen ben, ja, dan begint dat te spoken in mijn hoofd. Het begon werkelijk waar, terwijl ik het donders goed weet, maar ja, weet je, misschien zo eentje.
Maar wat is jouw grootste vijand als je alleen bent? Ja, mijn hoofd. Dat is mijn hoofd, ja. Jouw hoofd is net een slechte achterbuurt waar je niet alleen moet komen. Ja. Ja. En je ook, was ook, ook mijn hoofd, hoor. Want als ik kijk wat mijn hoofd mij vertelt na een paar dagen alleen te zijn. En dat gebeurt niet vaak. Maar als ik die bullshit ga geloven, dan gaan bij mij alle alarmbellen gelukkig rinkelen. Maar pak die eerste niet op. Die was ik gewoon helemaal vergeten. Ah, als je trek hebt een fellow bellen. Ja. Huh? Ja. Ik was alles vergeten. En meteen, hè, en dan lieg ik ook nog tegen mezelf. Hè. Ah ja, eentje. En wat doe ik? Ik belaas er nog een van mijn... De dealer, dat is een heel goede vriend van mij. Oh ja, hè. En die had altijd gezegd, jij krijgt helemaal niks meer van me. Ik heb een half uur op hem inlopen praten, dat het dus niet voor mij was, maar voor een buurjongen. Ja. En dan ook nog, hè, niet eentje halen, nee. Vijf. Ja. Ah ja, eentje kan wel. Ja. Ik haalde gelijk vijf. Ja. En de volgende dag een fles drank, die binnen no time leeg is. Dus ik belaas hem... Mijn maat, hè? Ik blaas hem mezelf. Weet je, en dan begint dat, weet je wel. Het gewoon. En dan denk ik eigenlijk, dat begint zo te spoken in mijn hoofd, jongen. En dan ook, hè? Ik heb jou nog eens een keertje opgebeld midden in een terugval. Weet je wel, dat ik gewoon helemaal, jongen, vijf dagen lang wakker. En gewoon echt spook in mijn hoofd, weet je wel. Ik had het idee dat mensen mij willen afmaken. Paranoia. Ja. Die stonden er mee. Er stond zeker een heel kickboxteam buiten met honkbalknuppels en hakbijlen. Die wilden mij afmaken. Ja, we lachen omdat het herkenbaar is. Maar Gaap, toen ik jou aan de telefoon had, ik heb me echt zorgen gemaakt omdat ik ken dat. Ja. Af en toe zei ik ook tegen je, alsjeblieft neem even adem. Ja. Ja. Weet je, hij belde jou toen niet. Hij belde mij op. Zelfs dat durfde ik niet, man, om iemand te bellen. Het is niet heel lang geleden. En ik heb me echt zorgen gemaakt. Ja. Weet je, want ik hoorde ook mezelf, hè. Ik ken dat. Zo lang wakker zijn. En op een gegeven moment... Maar wat heb je gezegd dan tegen hem? Wat? Nou, hij vertelde mij wat er was gebeurd. Ja, ja. Hij mag het zelf vertellen. Maar dat ik had daar mijn vraagtekens bij. Maar in Ivo's hoofd was het gewoon zo. Ja. Hij mag het zelf vertellen. Ja, weet je. Ja, kijk, als ik zeg maar... als ik aan de drank en de drugs zit, dan komt er ook nog een andere verslaving. Ik ben ook nog eens een keer seksverslaafd. Oké. En ja, dan bel je wel eens bepaalde dames. En ook daar ben ik mateloos in. Maar ja, op een gegeven moment is het gewoon geld op. En dan gaan we op de pof. Ja, en ik had op een gegeven moment in gedachten. Die komen nu dat geld halen. Weet je wel. En die komen me eigenlijk. Ja, maar ik had dat niet. Dus je had beloofd van, hey, luister, straks krijg je geld. Ja. Hoe ziet dat eruit? Dan zeg je dan over een paar uur of... Ja, nou... Of iemand komt straks wat brengen. Ja. Dat. Oké. Het ding is, als je in gebruik bent en op een gegeven moment en je poft wel eens wat, dan ga je dingen beloven. Ja. Waarvan je zelf al weet, die kan je niet nakomen. Ja. He, maar je hebt altijd, ik heb dat nu nodig. Ja. En ik wil dat ook nu hebben. Dus je gaat eigenlijk hele onrealistische beloftes maken. Je gaat niet zeggen, je krijgt het over 2 weken. Nee. Want je bent bang, als ik dat ga zeggen, dan ga ik het mooi niet krijgen. Ik ga weg. Ik ga dat mooi niet krijgen. Je gaat dingen beloven die gewoon heel onrealistisch zijn. Ja. Je gaat de boel manipuleren. Ja. Liegen, bedriegen. Ja. Ja, en als je dat dan niet na kan komen, dan gaat het spoken in je hoofd. Ja. Want ging ze met ruzie weg? Ja, dat ging met ruzie weg. Van, wacht maar. Maar ook dreigend naar jou toe? Ja, dat kwam wel een beetje dreigend over. Ja, ja, dat en wel. Hoe lang was je toen al wakker? Goh. Weet je echt niet. Hier een paar dagen. Een paar dagen. En daarna ben je ook gewoon nog een paar dagen doorgegaan. Ja. Dat is gewoon dodelijk. Waar. Hij belde me op. Ik denk bij mezelf, als hij zou doorgaan, haalt hij dag niet meer. En ook hyperventileren. Ja. En toen zei ik tegen hem, wacht even. Ik zeg, sta je voor het raam? Nou, en toen sloeg hij helemaal door. Toen zei hij, hoe weet je dat? Ik zeg, dat zou ik ook doen.
Maar wat raar, iedereen staat. Ik heb het idee dat iedereen voor het raam staat. Iedereen staat ook voor het raam. Ik denk, ze komen. Paranoia. En wie dat waren, weet ik niet. Maar dan zag ik een autolamp. Zag ik een autolamp in de verte. En echt in de verte. En die kwam heel langzaam dichtbij. Ja. En dan stopte hij. Ik denk, ja, hij gaat parkeren. Ja. En dan keek ik gewoon. En die auto was uitgestapt. Ik denk, ja, hij zit in zijn auto. En dan zag ik een andere autolamp. Ging die volgen. En ik keek op mijn klok. Letterlijk op mijn klok stond ik daar een uur. Ik stond al een uur daar. Ja, dit is en dan keek ik 2 uur later. Stond ik gewoon 2 uur later zo te kijken. Van, er gaat iemand komen dan. En ik heel snel naar de keuken voor een dingetje. En een sigaretje rook zo. En ik denk, oh shit, er komt iemand aan. Tot 3 uur kon je gewoon zo in deze houding staan gewoon. Ja, dat ben je niet goed bij je helft, toch wel? Dat ben je toch niet goed, dat is toch... Ik denk als er al camera's in de huis hangen, dat het heel... Het is gewoon raar gedrag. Het is waanzin. En ik ga je ook eerlijk zeggen, als ik er nu over na... Een paar keer heb ik er al goed over nagedacht van Yves... Maar straks blijven erin hangen. Er zijn ook mensen die dan in blijven hangen. Hè? Ja, maar daar, daar was ik dus bang voor. Ik dus ook. Want jij zegt het. Weet je, ik heb je een paar dagen nog geleden aan de telefoon gehad. Ja. En jij zegt, ja, maar het is echt zo. Het zit in jouw hoofd. Op die manier. Ja. Het ding is, ik wil bewijs hebben. Bewijs dat het niet zo is. Ja, maar dat, is maar dat een, bewijs krijg ik niet. Maar dat is een psychose, man. Ja. Ik heb dat ook gehad. Ik zag het echt voor me. Ik zag ze echt op het dak met helemaal uitgerust mitrailleus kwamen ze me halen. Ik ben echt met een blote bas, lang haar. Ik woonde toen nog in de Albert Cuypstraat. Ik ga naar beneden en ik sta zo. Ik ben echt voor een politieauto ben ik gesprongen. Echt zo. En die... En er zaten 2 agenten in. En ik helemaal uit mijn plaat. En ik zeg tegen ze... Als jullie me nodig hebben, als jullie me zoeken, waarom bellen jullie dan gewoon niet aan? Waarom staan jullie bij mij op het dak? Toen zei ze tegen me, ben jij al bij je huisdokter geweest? Ze zijn zo weggereden. Oh, serieus? Ze hebben je niet opgepakt? Helemaal niks. Ik woon, ze zegt, kijk me echt zo. Ze zegt, ben jij al bij je huisdokter geweest? Met andere woorden van, nee, luister, pik, gaat echt niet goed met jou. Ja. Jij moet de dokter bellen. En ze rijden zo weg. Maar ik zag het echt gebeuren. Ja. En je ziet het ook echt, hè? Ja. En mensen hebben mij echt dagenlang er vanaf moeten praten dat het gewoon een psychose is. En het erge van drugs is, dat is wat ik heb meegekregen, dit is wat ik geleerd heb in klinieken, is als je psychoses krijgt, dan maak je weefsel aan, zodat je daarna veel vatbaarder bent voor psychoses. Dus elke keer als je psychose krijgt, kan je sneller psychose krijgen. Ja. En uiteindelijk blijf je erin hangen. Ja. Wat raad je mensen aan als iemand ziet met een psychose? Want vaak denken mensen, die is gek. Dat is wat je denkt, weet je wel. Maar het is een tijdelijk iets, toch, zo'n psychose? Een tijdelijk iets. Het heeft gewoon wel te maken met als je heel lang wakker bent. Maar de laatste tijd krijgen mensen gewoon psychoses van blauwen. Ja, denk je, dat is gewoon te veel. Mensen gewoon blauwen komen gewoon in de psychose terecht. En heel veel blijven er ook gewoon in zitten. Ja. Die komen er gewoon niet meer uit. Ja. Het is eigenlijk wel heel interessant wat je zegt over die weefsels. En dat weer sneller terugkomt. Dat is eigenlijk... Nog een goeie om erin te printen om het niet te gaan doen. Ja, serieus. Ja. Hoe vaak heb je klinieken bezocht? Of hoe vaak ben jij in Ik ben 1 keer in de kliniek geweest. Oh, 1 keer? 1 keer, ja. 1 keer, ja. Oké. Ja. En ja, ik hoop eigenlijk na mijn laatste terugval dat nu echt eigenhandig, hè, met meetings... Stappenwerkboek, dat ik het echt ga redden. Ja. Ik heb toen ook echt advies aan Reda gevraagd. Hè. Hij noemt zichzelf de terugvalkoning. Nee, dat noem ik mezelf niet. Dat mag jij ervan niet. Even voor de duidelijkheid voor de kijkers. Ik noem mezelf niet de terugvaller. Ik heb wel een tijd gezegd dat ik een chronische terugvaller ben. Want ik heb gewoon 20 jaar lang bleef ik gewoon terugvallen. Sorry voor mijn woordkeuze. Maar je had me wel een koning kunnen noemen, hoor. Want ik was echt wel heel erg. Weet je, ik had wel eens een paar terugvallen per dag. Ja. Om het maar even zo te zeggen. Maar... Reda had me eigenlijk het gewoon een goede advies gegeven. Hè, van eigenlijk moet je naar de kliniek toe. Maar ik heb gezegd, nou, ik probeer het nog echt 1 keer zo. Ja. Hij me het advies gegeven, maak een plan. Ja. Maar ook een plan als je het niet redt. Ja. En ik weet niet, moet ik dat plan opschrijven? Dat was me nog niet helemaal duidelijk. Maar ik heb een plan in mijn hoofd. Ja, nee, in je hoofd. Als het in je hoofd is, zet het alsjeblieft op papier. Oké. Want het hoofd nogmaals. Okay. Dat gaat je vertellen dat Reda iets heel anders tegen jou gezegd heeft. Ik heb een plan, nu nog in mijn hoofd. Ja, dan waarschijnlijk einde van de week op papier. Ja. En en als ik het niet red, dan zal dat toch echt weer een kliniek... Aan te pas moeten komen. Hè? En dat beloof jij ons hier.
Dat beloof ik jullie hier al. Nee. Er staan heel veel kijkers. Heel veel kijkers en luisteraars. Staat op woord, ja, ja, maar Reda, even over het plan, hè? Ja. Sorry. Kijk, wij zeggen dan, oké, je komt de kliniek uit, je hebt die tools te pakken, weet je wel. Je hebt geleerd wat een beetje verslaving is. Je bent een verslavende in herstel. Hè? Mm-hmm. Dan ga je een plan maken. Misschien kunnen we even voor de mensen die nu zitten te kijken en denken, hey, shit man, hoe moet ik dit aanpakken? Je maakt een plan. Kijk, wat moet je allemaal doen om clean te blijven? Ten eerste krijg je 4 jaar lang. Ten eerste krijg je in de kliniek, dat heb jij denk ik ook ongetwijfeld gehad, een relapse prevention plan. Nee, die heb ik niet gehad. Oh, dan ben je niet naar een goede kliniek geweest. Nee. Maar in ieder geval, nee, maar ik zeg niet dat het geen goede kliniek is. Nee, maar het is wel heel erg, ja, een heel belangrijke relapse prevention plan. Weet je krijgt natuurlijk, je leert heel veel dingen in een kliniek. Ja. Je leert wanneer wat een sponsor is. Een sponsor is iemand die lang in het programma zit. Die jou door de 12-stappen programma. Die je kunt bellen. Die jou kan bellen 24 uur per dag. Die jou helpt om door de moeilijke momenten te komen. Weet je, daar spreek je één keer of één keer in de 2 weken mee af. En dan ga je die vragen doornemen. En hij heeft ook weer een sponsor. En die sponsor heeft ook weer een sponsor. Dus weet je, als hij er niet uitkomt met een probleem, belt hij zijn sponsor op. En als hij er niet uitkomt, belt hij zijn sponsor. Dus heel vaak heb je gewoon een oplossing voor het probleem waar je mee rondloopt. Ja. Ten eerste vond ik dat het belangrijkste. Want ik vertrouwde mensen heel erg weinig. En ik begon opeens mijn sponsor te vertrouwen. En je weet het, zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Weet je, ik was zelf niet te vertrouwen. Ja. Dus op een gegeven moment begon ik een beetje mensen te vertrouwen. Omdat hij me vertrouwde. Dat was een hele mooie wisselwerking. Ja. Die ik ook met de mensen om me heen begon toe te passen. Weet je, een beetje vertrouwen, dingetjes vertellen, eerlijk zijn over mijn gevoelens, me kwetsbaar opstellen. En uiteindelijk ben ik naar zelfhulpgroepen gegaan. Dat is wat wij doen, weet je wel, een zelfhulpgroep om ervaring, kracht en hoop met elkaar te delen. Ik ben service gaan doen, service, een baantje, koffie zetten, de stoelen neerzetten. Nou, toen ze dat in het begin tegen me zeiden, dacht ik van, nou, dat, weet je, dat ga ik niet doen. Nee. Weet je, ik denk als je werkt moet je geld voor krijgen, weet je. Dus uiteindelijk ben ik dat gaan doen en dat service dat heeft ervoor gezorgd. Ik heb jarenlang zat ik in het programma, maar dan hing ik een soort van aan die reddingsboot, weet je. Ja. En dat ging een tijdje goed. Maar doordat ik geen service deed, weet je, kwam er een grote golf. En dan werd ik weer van die reddingsboot geblazen. Weet je, en dan lag ik weer dan in mijn cellen, weet je, alleen. Dus wat ging ik doen? Ik ging service doen en dan zat ik in die reddingsboot. Want als ik niet kwam, dan gingen mensen me bellen van waar blijf je nou? Als ik zelf moest gaan bellen en dan moest ik weer een leugen vertellen omdat ik niet zou komen. Ja, dat, weet je, er is niks ergers dan clean te zijn en een knagend geweten te hebben. Ja. Dus weet je, ik zorgde ervoor dat ik er elke week was om een baantje te vervullen en uiteindelijk ook literatuur lezen. En als je die dingen bij elkaar doet, weet je, en op zoek naar een hogere macht. Iedereen mag voor zichzelf invullen wat die hogere macht is. Ja. Weet je, voor mij is het mijn schepper. En dat ben ik gaan doen. En uiteindelijk, weet je, per dag te clean blijven. Dat was eigenlijk het plan wat ik elke dag moest herhalen. Ja. Dus meetings gaan, stappenwerk, literatuur en iemand bellen per dag. Ja. Gewoon puur om niet hierin te blijven zitten. Ja. En uiteindelijk is dat gaan werken. Mediteren. 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 Even zelf mediteren. Ja. Echt heerlijk. Ja, hè? Ja, vooral 's ochtends. Ja, ik doe het zelf eigenlijk ook gewoon te weinig. Maar het eerste jaar van mijn herstel, standaard dat ik dat in de kliniek had geleerd. En dat ik dat op een gegeven moment onder de knieën, dat ik daar mijn rust in kon. Als ik 's ochtends dus opstond, ik dronk een bakje koffie. Ik pakte een douche en ik ging daarna mediteren. Ik ging heel anders de dag in dan 's ochtends opstaan, bakje koffie, douchen en meteen gaan bellen. Want dat zijn altijd stressmomenten. Maar als ik dat die 10 minuutjes mediteren, als ik die had, dan ging ik heel zo relaxed de dag in. Ja. Dat wil ik eigenlijk onder. Dat vond ik wel heel. Dat is gewoon heel mooi van het clean zijn. Van het clean zijn. Buitenom dat je wat centen overhoudt. Maar dat mensen je weer gaan vertrouwen. Ja. En dat je met opgeheven hoofd, hè, zeg maar, dat je je telefoon weer gewoon durft op te pakken. Mm-hmm. Weet je, dat er geen schuldeis is. Ja. Oh. Dat is een oase van rust. Het is een heel ander leven. Het is een oase van rust. Ik hoef er niet meer achterom te kijken. Ja. Het is een oase van rust. Ja. En ik merkte meteen al na mijn eerste terugval dat ik weer die chaos gecreëerd had. Chaos. Dat, ja.
Ga je nog bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd? Hoe doe je dat? Zie je dan nog oude vrienden? Zit je dan nog in een bepaald vak? Ga je dan nog... Ja, maar dan heb ik eigenlijk niet veel last van. Nee. Nee. Maar dan ben je gewoon nuchter. Kijk ja, dan ben je gewoon nuchter. Ik ben gisteren nog geweest. Ja. Of ik weet niet wanneer het uitgezonden was, maar ja. Ik was naar Ajax Feyenoord. Mooie uitslag. Ik dacht, het wordt een hele slechte week. Zeker na afgelopen woensdag tegen Benfica. Ja. Ik dacht, het wordt een hele slechte week, maar toch nog een mooie uitslag. Dus ik... En dan zit je daar gewoon heel relaxed. Ja, ja maar ik zorg wel dat ik in de buurt zit van mensen. Laat ik het zo stellen. De mensen waar ik naast zit, die, waarvan ik weet, die gebruiken op dat moment niet. Oké. Okay. Zeg maar. Ja. En er zijn ook, zeker in het begin van mijn stel, zijn we een keer naar, met een groepje fellows naar Madrid toe geweest. Naar Real Ajax. Ook een mooie uitslag. Voor mij was die 4-1. Ja. En ja, weet je. En daar zijn we met een groepje fellows heen geweest. Oh, en dat is leuk. Ja, ja. Ja. Dat had ik in het eerste jaar eigenlijk ook niet. Hè, want ze zeiden natuurlijk in de kring. Ah, je moet nieuwe vrienden zoeken in de fellowship. Ik dacht, oké. Dat gaan wij vrienden niet worden. Maar uiteindelijk. En het eerste jaar zag ik wel dat ze met elkaar naar de bioscoop toe gingen. Ze gingen met elkaar naar een terrasje om een bak koffie te drinken. Zo. Ja, en dacht, zelfs festivals. Ja, festivals. Ja. En ik dacht, wanneer gaat het bij mij komen? En ik ben echt wel een makkelijke prater. Maar ik vond het toch wel moeilijk om daar... Ja, en ondertussen, ik kan gewoon alleen maar zeggen dat ik inderdaad heel veel vrienden heb leren kennen. Ja. En mogen maken binnen de fellowship. Ja, ja en dat is gewoon... Ja. Het kan allemaal, hè? Het kan. Je kan alle dingen doen zonder middelen. Zeker. Weet je, dat had ik vroeger ook niet, hoor. Ik dacht, overal moeten middelen bij, want overal moet je gek doen. Overal moet je losgaan. Weet je wel? Dat was mijn idee van ergens heen gaan. Ja. Daar hoorde een middel bij, terwijl ik nu... En uiteindelijk kon je al die dingen niet meer doen, hè? Dat is nog het maffe ervan. Ja. Je hoofd die zegt tegen je van, ik ga dit doen en dan ga ik daar naartoe. Ja. Maar uiteindelijk na een paar tikjes thuis paranoia te zijn en uit het raam te kijken. Verder dan dat kwam ik niet. Ja. En dan zei ik ook dan zei ik ook nog van, clean zijn is saai. Weet je wat saai is? Ja. Elke dag op je knie onder de deurpost kijken, omdat je denkt dat ze je komen halen. Dat je daar gewoon helemaal uitgemergeld met zo'n bek zit. En denkt dat je opeens heel belangrijk bent dat ze je komen halen. Ja. Geloof mij nou maar, er is helemaal niemand bezig met jou. Dan jezelf. Maar dat dacht ik, iedereen is bezig met mij. Ik ben wel eens omgekeerd. Dus ik kom een deur binnen en ik zie al die mensen naar me kijken. Ze kijken niet naar mij. Maar ik kom gewoon een deur binnen en ik denk, nee man, hier moet ik niet zijn. Hier moet ik niet zijn. En rechtsomkeer maken en dan diegene een appje sturen van, ik voel me niet zo lekker. En dat hij zegt, maar ik zag je binnenkomen. Ik zeg, ja man. Ja, ik durfde eigenlijk niet te zeggen, maar mijn maag. Wat? Ja, ik heb mijn maag. Ik heb voedselvergiftiging. Gewoon de meest rare dingen, maar om niet toe te geven van, ik heb een beetje te veel gebruikt. Het ding is natuurlijk ook, in het begin gaan die middelen, bij mij, gingen die middelen mij helpen. Ja. Drank maakte mij, 2-3 biertjes, maakte mij nog zelfverzekerder. Ja, juist. Hè, dat ene lijntje, dat maakte mij. Maar op een gegeven moment, dan ga je zoveel gebruiken. Ja. Hè? En naarmate hoe langer je... Het ging tegen je werken. Uiteindelijk gaat het je tegenwerken. Het ging tegenwerken. Ja. Weet je, het maakte mij niet meer zelfverzekerder. Nee, het maakte mij gewoon... Nog angstiger. Ja. Nog banger. Nog banger. Verdrietiger. Maar het eerst hielp... Ging je daarna gewoon keihard tegenwerken? Dus de angsten en die gevoelens, die oncomfortabele gevoelens van neerslachtigheid, angst, rusteloosheid, die kwamen dwars door de drugs. Dus met andere woorden, de drugs deden niet meer wat het in het begin deed. Nee, echt niet. En je blijft het najagen, hè? Ja, want je wilde het eerste. Hoe was dat ook alweer? Weet je, die angst die was voor die groep staat. Had jij dat ook toen je jong was, zoveel angst? Ja. Weet je, angst voor alles, hè? Ja. Ik had angst voor het leven, angst om dood te gaan. Het was ook gewoon zo tegenstrijdig allemaal. Angst voor mensen, angst om alleen te zijn. Dus weet je, ik had eigenlijk overal angst voor. En ik vond het heel moeilijk om dat toe te geven ook. Van, ik ben eigenlijk... Maar dat is dat mannending ook, hè? Bang zijn. Wij mannen zijn niet bang, wat je net zei. We huilen niet en we zijn niet bang. Moet een grote stoer zijn. Ja, moet een grote stoer zijn. Ja.
He, we moeten er zijn voor die anderen, die moeten achter ons gaan staan. Wij beschermen jou wel. Vrouwen, we moeten vrouwen beschermen. Ja. Het wordt toch ook eigenlijk wel een beetje verwacht, toch? In die maatschappij waar we, nu iets minder maar natuurlijk, maar vroeger was dat gewoon de man. He, je moest stoer zijn. Als er nou een vreemd geluidje is, dat is meestal, dan krijg je een tik. Hé, ik hoor iets. Dan wordt er verwacht dat je opgelegd. Dat wordt ook verwacht van je. Ik zei altijd, ga zelf. Ja. Dat blijft het jaar. Lang staan hoor, ik hoor iets. Ja. En ik had dat eigenlijk ook wel met mijn vriendinnen, weet je wel, dat als ik eens een keer een probleem had, wat best wel emotioneel was, meestal de eerste keer keek ze maar jij? Ja. Weet je wel, en als ik dan de eerste keer haal, zitten ze me ook aan te kijken, zo van, waarschijnlijk moest ik altijd die grote stoere fan zijn met die brede schouders, zoals ze op uit konden huilen. Ja. Maar als ik een keer wat had, dan werd er een beetje vreemd naar me gekeken eigenlijk. Ja. Tenminste, dat idee had ik, weet je wel. Ja, dat wou ik ook net zeggen. Dat idee heb jij. Misschien dacht zij wel bij zichzelf van, wow, dit had ik niet wat verwacht van hem. Wat mooi. Ja, dat zou zo wel kunnen. Ja. Hey, en dan had ik dat helemaal niet door. Over je vriendin gesproken. Je hebt een hele lieve vriendin die, wat je me vertelde, bij je staat in goede tijden, slechte tijden. Hoe is dat? Misschien even mooi om te vertellen. Waar moet ik beginnen? Vergeving. Ik heb het idee dat zij mij wel vergeeft, maar niet vergeet. Nee. Niet vergeet. Hè? Tuurlijk hebben we onze struggles. En af en toe kan ik er ook achter het behang plakken. Ja. Weet je wel? Maar op de momenten dat ik denk van, nou, jij bent nu weg. Is ze er wel. Uh-huh. En dat is gewoon heel mooi. Weet je, aan haar. Weet je, Hoe heet ze? Lelita. Lelita, mooie naam. Mooi naam. Oftewel Lietje. Mooi. Oh, dat gaat ze maar. Lelita. Dat vindt ze niet leuk, hoor. Dat is dan, nou, sorry, Lietje. Lelita. Mooi. Ik heb hem wel eens een keer zo opgegeven voor de ruim. Maar maakt niet uit. Dat is een raar verhaal. Nee, maar we hadden het over iets emotioneels. Ja. Nee, maar weet je, en dan is ze er wel voor me, weet je. En dat is gewoon, dat moet ik me eigenlijk wel realiseren. Weet je, gewoon iedere dag weer. Weet je wel, ik hoop niet dat ze hier misbruik van gaat maken. Ik denk het wel. Ja, denk het wel. Het gaat er terug voor je. Net staan gaf. Ik zie dat je ouwe, nou ben je de sjaak. Maar het is gewoon, zoals we op zijn plat aan mezelf zitten, het is gewoon een goed wijf. Ja, mooi om te horen uit zo'n, uit de mond van zo'n grote brede. Nou, zo breed zijn we zijn meer dik dan breed. Hey, en een hond, want de laatste keer dat ik jou zag, toen kwam je. We zagen elkaar op een meeting, mogen natuurlijk niet zeggen waar het was, maar nee. Toen leerde ik elkaar kennen op een meeting, een paar jaar geleden. En toen kwam ik hem weer tegen op een andere meeting, in een andere stad. Ja. En ik herkende hem. Ik zei, hey Ivo, hoe is het? Hij zei, ja, goed man. En hij was zijn auto aan het parkeren en hij doet die deur open. En daar komt toch een hond uit. 40, 50 kilo. Was je bang? Nou, niet bang. Maar oké, die hoort bij jou. Ik ben blij dat die bij jou hoort. Wel mooi. Ik zal een jeep een beetje schrikken. Oké. Ja. Ik heb honden. Nee, ik heb wel iets met honden. Ja? Ik vind, alleen die van jou was wel echt een hond. Je hebt echt een hond. Weet je hoe ze heet? Kleine. Nee. Serieus? Ja. Dat is de kleinste dat het net. Wat voor hond heb je dan? Het is een American Bully XL. Oh. Ja. Bully XL. XL noemen ze dat. Ja. Het is niet een bully, het is echt een... Als hij gaat staan, dan blijft hij staan. Het is een schat van een hond. Alleen ze kan erg slecht tegen klappen. De zelfhulpgroepen waar wij komen, wordt nog wel eens geklapt. Ik dacht, die slaat. Nee, man. Ik geloof dat je dat ook wel een keer hebt meegemaakt. Ja. En toen heb ik hem al mee naar achteren. Daar was ik bij. Heb ik wel eens meegemaakt. En op een gegeven moment dan gaat ze blaffen en blaffen. En dat ziet er erg dreigend uit. Dus ik neem er niet zo vaak meer mee. Ja. Maar ik wilde er ook wel. Hè. Je moet een hond wel laten wennen aan alles. Dus ik nam me veel mee naar meetings. Ja. Maar ja, ik laat er nu tegenwoordig maar een beetje thuis eigenlijk. Maar ik zag je wel schrikken terug. Ik schrok wel. En weet je wat het was met in tijden van gebruik? Ik had een kat. En dan zat ik naar die kat te kijken. Nou, jongen. En dan zei ik,
Dat is mijn vader. Serieus, ik zag het. Ja, ja. Heel weird. Alsof die kat me dingen zei over mijn vader die overleden was. Goed spul, hè? En dan zat ik naar die kat te kijken. Denk, oh. Dat heb jij gebruikt. Ja. Weird, hè? Ja. Maar heb jij dat nooit met je dier? Nee, heb dat nee, gelukkig niet, nee. Nee. Ik heb met katten, want die katten die kunnen je zo aankijken, heel indringend met die ogen. Voor een muur gaan staan en dat je zo naar een muur kijken. Hey, geloof mij nou, maar het eerste wat ik dan denk is geesten. Ja. Maar in ieder geval, even terug naar je herstellen, Ivo. Ja. Hoe is het nu? Nu, op dit moment. Ja. Nu, dit moment. Ja, gewoon hoe... Nou, ik moet eerlijk zeggen, weet je, ik voel me lekker. Ik zit lekker in mijn vel. Moet ik wel mee oppassen, hè, natuurlijk. Ja. Hè. Weet je, dat we ook weer geen hoogmoed gaan krijgen. Maar het gaat bij mij fout als ik in die zelfmedelijden kom te zitten, weet je wel. Als er wat meerdere dingen tegen gaan zitten, weet je wel. Hè. En dan gaat het fout, weet je. Maar het kan ook fout gaan als ik weer denk van, nou, het gaat goed. Maar op het ogenblik, ik heb het idee dat ik lekker ook in mijn herstel zit. Ja. Weet je, en ik probeer hier en daar. Ik ben geen stappentijger. Maar ga je dat nu wel doen? Ja, want ik hoor, en ik geloof dat wij dezelfde sponsor hebben. Mijn sponsor zegt dat Dalia, die constant als ik met iets aankom zet. Maar Ivo, de oplossing zit hem in de stappen. In de stappen, ja. Ga die stappen schrijven. Ja. Ik zit nou dus bijna 6 jaar in het programma en we hebben stap 2 afgerond. Wow. Dus dat is nog niet erg voorvaardig, weet je wel. Er zijn mensen, maar ik heb wel bij die stappen, ik lees zo'n vraag en het moet wel echt uit mijn hart komen. Natuurlijk, ik kan conform het... Wacht even. Ben jij een perfectionist? Schijnbaar. Ja, maar ik heb ook zoiets van... Is dit zelfsabotage wat je nu doet? Weet ik niet. Maar is dat, moet je dat is wel een goede vraag. Ik herken dit heel erg. Okay. En wat ik deed bij mezelf was mezelf saboteren gewoon. Het moest perfect, het moest weer perfect. En die stappen, het gaat erom dat ik die stappen gewoon schrijf. Dat ik ze bespreek met de sponsor. Ja. En als ik wat vergeten ben, dan zegt mijn sponsor tegen mij... van die gaat dan even doorvragen op die vraag. Totdat hij het idee heeft dat ik het heb begrepen. En dan pas gaan we door naar de volgende vraag. En als ik dat niet op die manier doe, dan zet ik mezelf alleen maar van uitstel komt afstel. Ja. En daarom heeft het voor mij heel lang geduurd voordat ik met die stappen bezig ben gaan. Want ik wou het te perfect doen. Dus eigenlijk je moet niet te perfect doen. Gewoon, nee, wat je is de vraag? Gewoon, weet je, dit is mijn antwoord. Een goede sponsor. Die denk ik een erover. Een sponsor die gaat gewoon doorvragen als je het idee hebt. Weet je, die vragen die zijn af en toe best wel ingewikkeld. Of ze komen in een ander jasje terug. Ja, en ja. De sponsor die gaat gewoon aan jou vragen als je het idee heeft dat je het verkeerd hebt begrepen. Heb je geantwoord of niet? Dat heb ik. Ze bellen hem op. Ik zeg, dezelfde vragen. En weet je waarom dat is? Nou? Omdat het blijkbaar een hele belangrijke vraag is. Ja. Daarom komt hij in een ander jasje terug. Zodat ze echt het gevoel hebben dat je het echt hebt begrepen. Dat je er nog een keer over na gaat denken. Dat je er nog een keer doorheen gaat. En een sponsor, die gaat met jou net zo lang doorvragen, doordat hij het idee heeft, een goede sponsor, dat je het hebt begrepen. Ik vind zelf maar geen makkelijke vraag, hoor. Nee, maar het komt omdat het over emoties gaat. Het gaat over het verleden. Ik mag neerleggen, maar wat betekent de ziekteverslaving voor jou? Ja. Nou, daar moest ik toch wel eventjes over nadenken. Hè? Wat betekent dat nou voor mij? Nou ja, als... Ja, dat is geheel, ik als willen wat moeten is het, wat is het voor jou, om kort? Wat is het voor jou? Voor de ene is het leegte. Voor mij is het... Mijn hoofd kan niet zonder drugs. En mijn lichaam kan niet tegen drugs. Want als ik iets neem, dan komt er een lichamelijke allergie. Wordt bewerkstelligd. Om het maar even zo te zeggen. Dan kan ik gewoon niet meer stoppen. Nou, ik heb hem dus eigenlijk... Toen de eerste keer dat ik hem las, toen had ik zoiets van, het is een last die ik meedraag nu. He, en later ben ik weer, kwam ik weer bij die vraag uit. En toen inderdaad, weet je wel, ja, de ziekteverslaving is inderdaad die leegte. Die leegte, ja. Ja, maar ik moest daar wel echt serieus over nadenken. Maar is het alleen een last? Nee, want ik zeg nu dat het die leegte is, weet je wel. Maar het moment dat ik, als ik hem meteen zou beantwoorden, weet je wel. Ik heb nog eens de neiging om inderdaad, om de verslaving. Het is een last die ik meedraag. Hè? Dat is die zelfmedelijden weer. Hè? Mm-hmm. Ik ben zielig, ik heb de ziekte verslaving, blablabla.
Ja, maar inderdaad, wat je zegt, weet je, het is de leegte. Het is de mateloosheid, de onhanteerbaarheid, weet je. Maar vooral ook die mateloosheid, weet je. Dat als ik daaraan begin, en het is niet alleen nog niet eens met druk, maar dat ik nog eens kan doordraven, weet je. Ja. In dingen. Het is zeker een vloek, verslaving. Maar als je aan jezelf gaat werken, dan wordt het een zegen. Ja. Ik hoor meerdere mensen dat zeggen. En maar denk van, voor mijn, helaas moet ik dat toegeven. Ik dacht, ik heb helemaal niks met die 12 stappen. Dus slap gelul op die meetings. Elke keer dat gezeik, dit, dat. Maar dat komt gewoon puur omdat ik er zelf gewoon niks aan deed. Weet je, ik was mijn tekortkomingen. Was ik op andere mensen aan het projecteren. Hun deden het werk al. De meeste van die mensen, die werden gewoon clean. Die gingen aan de stappen werken, die namen een sponsor, die deden service, die gingen literatuur doen, die gingen bidden, die gingen mediteren. En ik deed helemaal niks. En ik vond het raar dat ik gewoon niet clean kon blijven. Nou, wie is er nou een lijpe loetje? Ja. Weet je, want herstel is echt zo. Hè? Je hoeft maar één ingrediënt, het is net een appeltaart, je hoeft maar één ingrediënt weg te laten en het is niet meer tevreden. Ja. Dat is wat herstel. Ja. Ik weet bij mezelf, als ik bepaalde dingen niet meer doe, dan gaat het opeens bij mij rot en het begint heel vaak hier zo. In je hoofd? Ja. In mijn hoofd. En ik ga die bullshit geloven. Kijk, ik kan echt niet zeggen dat ik een morele tekortkoming heb. Ik dacht echt van nee, ik ben gewoon achterlijk. Als het om verslaving gaat, ben ik een volle maloot. Daarom heb ik jou nodig, heb ik Najib nodig, heb ik mensen om me heen nodig die hetzelfde doen, om een reality check te doen. Ja. Want mijn hoofd die vertelt mij soms dingen dat ik denk bij mezelf van hé. Ja. Volgens mij is dit een heel goed idee. En iemand anders zegt eigenlijk, maar je bent knetterlijp. Ik goed bij je hoofd, zeggen ze dan. Ja, en daarvoor hebben we elkaar nodig, denk ik. Ja. Ja. Hoe is dat dan bij jou? Ik sinds ik het programma heb leren kennen en het probeer te begrijpen, denk ik, ja, dit is niet alleen een programma, ik zeg het wel vaker, niet alleen een programma voor mensen met een verslaving. Of mensen die verslaafd zijn. Nee, dit is echt een soort van... Ik zou heel graag zo verder willen leven. Weet je, dat ik mijn tekortkomingen zie. Dat ik mijn karaktereigenschappen gewoon in kaart breel. Waar ik goed in ben, waar ik slecht in ben. Waar ik nog aan moet werken. En ik weet dat ik nog aan heel veel dingen moet werken. Ja. En eerlijkheid is in dit programma heel erg belangrijk. Maar dat is niet alles. Weet je kan eerlijk zijn wat je zegt, weet je wel. Het vertrouwen, mensen die vertrouwen. Maar er hoeft maar iets te gebeuren. En die poten worden onder je voeten doorgezakt. Wat ga je dan doen? Blijf je dan staan en ga je lopen verdedigen? Of ga je die rust pakken en gewoon weer opnieuw beginnen? Luister, dit is er aan de hand. Want ik heb dat, weet je, ook met mijn vrouw. In de eerste jaar moest ik op mijn tenen lopen. Alles wat ik deed, ja. Ja. Weet je, was voor haar een ding. Als ik zeg, ik ga sigaretten halen, keek ze me al zo aan. Weet je wel, of ik zeg, ik ga dit. Dan, weet je wel, en ik voelde me de hele tijd daar raar over. Ik zeg, maar luister nou, je vertrouwt me toch. Terwijl ik denk, luister man, 8 jaar lang heeft ze deze bullshit aan moeten horen. En nu wil ik in een hele korte periode dat ze me gelooft. Ik wil in een hele korte periode dat ik weer de vader ben van in mijn gezin. Dat mijn kinderen doen wat ik zeg. Hey, dat heeft heel lang geduurd dat ik er niet was, weet je. En nu ben ik er. En nu moet ik dat de tijd geven. En dat is soms best frustrerend, weet je wel. Daar ben ik wel soms wel een soort van verdrietig over. Dan lig ik in bed en denk ik, verdomme man, waarom? Dan denk ik, ja, doe rustig. Doe rustig. Je moet die mensen ook de tijd geven. Weet je, ze hebben mij ook de tijd gegeven om te doen, uit te razen. Nou ben ik er weer, weet je wel. En godzijdank, ik ben er helemaal. Alleen, het moet wel voor die mensen ook weer. Ik moet een plaats weer innemen als vader, als echtgenoot, als vriend. Mensen moeten me weer kunnen vertrouwen. Ik werd niet gebeld omdat, ja, dat je komt toch niet. En nou ik er wel ben, het is top. We hebben... Zoals jij een leuke wedstrijd hebt gezien. Wij gingen met een groep mannen gingen we in een bus. Gingen we ook naar een wedstrijd toe. Nou, we leken wel kinderen in die bus. Maar dat was zo leuk. Weet je hoe lang geleden dat was? Dat ik gewoon nuchter in een bus zat met mannen. En gezellig. Ja. En dat is zo lang geleden, man. Het valt nu pas binnen. Weet je, van ik denk, wauw, man. Wat is het leven mooi zonder middelen? Voor mij dan. Verslaving voor mij is dat ik ben allergisch. Ik ben allergisch voor die middelen. Ja. Ik ben allergisch voor drugs. Ja. Ik ben allergisch voor gokken. Ik allergisch. En als ik het neem, dan komt er bij een allergie krijg je pukkels, krijg je puisten. Je wordt er ziek van.
Dus voor mij... Bij ons uit het zicht dat we niet meer kunnen stoppen. Dat is onze allergie als wij beginnen. Ik kan in ieder geval niet meer stoppen. Ik zit me eigenlijk gewoon net te realiseren. Misschien is het daarom ook wel waarom ik niet zo rap ben met die stappen. Misschien ben ik wel bang om mezelf te ontdekken. Mm-hmm. Ja. Misschien denk ik wel op een gegeven moment, na zo'n stap 4 van... ben je helemaal niet zo'n leuke gozer. Maar Pik, alles wat je opschrijft, weet je al. Heb je daar wel eens aan gedacht? Alles wat jou op papier zet, dat weet je al. Wat gebeurt er? Want dit bedenk ik eigenlijk ook net hier. Maar soms kom je wel eens in gesprek met mensen, zoals nu met jullie. En dan kom ik opeens weer tot een ander inzicht. Ik van ja. Je hebt zeker karakterdefecten, hoe ze dat zo mooi noemen. Ja, maar je hebt ook positieve karaktereigenschappen. Ja. En het is echt wel de moeite waard om die morele inventaris te maken. Om te zien waar je valkuilen zitten, je tekortkomingen. Maar ook de goede kant van jouzelf. En dat je die uiteindelijk kan uitbouwen. Want dat is eigenlijk wat het programma doet. Het programma zorgt ervoor dat je kan kijken naar al je makken, maar ook naar de goede dingen die je in hebt. Ook de goede dingen. En we zijn heel goed om te kijken naar de slechte dingen. Ja. Maar we hebben ook die goede dingen. Ja, man, en als je eenmaal ziet van het is een ziekte. Oké, ik ben niet verantwoordelijk voor die ziekte, maar wel voor mijn herstel. Ja. En dan gaat het opeens heel anders uitzien. Ja, want er is een punt dat je jezelf moet gaan vergeven. En dat je iets gaat zoeken wat groter is dan jou. Om ervoor te zorgen dat die kracht die achter je staat, groter is dan de angst die voor je ligt. En zo ga je op een gegeven moment door het leven. Ik zal hem nog een keer herhalen. Je zal iets moeten zoeken. Weet je, echt waar. En je zal iets moeten zoeken. Weet je, een kracht die achter je staat, die groter is dan de angst die voor je ligt. En dat betekent niet dat je op een gegeven moment wacht met die kracht achter je en wacht tot die angst weg is. Nee, je gaat gewoon dwars door je angsten heen. En je zal zien elke keer als je daar doorheen gaat, onze gevoelens zeggen tegen ons dat we daar niet heel huids doorheen komen. Maar je zal zien elke keer als je er doorheen gaat, dat je weer wat hebt overwonnen. Die angst die gaat niet weg. Maar we worden steeds krachtiger om met die angst om te gaan. Deze man die is zo gegroeid. Deze man is... Deze man. Ik heb dit alleen maar ontdekt bij mezelf door het te doen. Ik kan een uur lang over een glas melk lullen en dan weet ik nog niet hoe die smaakt. Man, ik moet in de actie. Precies. Ik moet echt in de actie. Ik weet nog de eerste keer dat ik jou ontmoette op een meeting. Hou jij. Vertel het ze gewoon. Dat hij aan het sharen was en dat hij boos was. Ja. Ik was heel boos. Ja, je was toen heel boos, ja. En in mijn hoofd was het echt gegrond dat ik boos was op al die mensen. Maar eigenlijk was ik gewoon boos op mezelf. Ja, deze man is gegroeid. Echt waar, God, man. Mooi, we kunnen alleen maar leren, man. Mooi. We kunnen leren van elkaar en leren van onze fouten. Maar ook leren hoe we hier in hierover praten. Luister, weet je, voordat ik het even vergeet te vertellen. Wat wij doen, dat heel veel mensen zouden dit willen doen. Mensen die in verslaafd zijn, in herstel zijn. Maar het komt er niet uit. Ze durven niet, omdat ze worden tegengesproken. Omdat omdat er een taboe opheerst. Het is een enorme, weet je wel, iets vreselijks. Ga je echt vertellen, dat moet je niet doen. Je moet niet over je verslaving, dat moet je stilhouden. Er zijn er heel veel, ook onbekende, maar ook bekende die ik ken. Waarvan ik weet, die lopen met dit probleem rond. Alleen, ze kunnen het niet, weet je wel. En dat vreet aan ze. En ik hoor, wat wij hier doen, dat is gewoon... Dat is gewoon iets. Ja, het is, maar je moet het eerst wel toegeven, vooral aan jezelf. Tuurlijk, maar ook en dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. En dan moet je nog dealen met iedereen die daar een mening over heeft. Een vooroordeel. Mensen die er vermaak van maken. Weet je, wij laten iedereen in zijn waarde. Het is informeren. Het is motiveren. Ja. En het is inspireren. Dat is wat we doen. En geloof me, met jouw verhaal. Er zullen mensen zitten. Mannen die zich gaan herkennen in wat jij hebt verteld. Die herkennen wat Reda vertelt. Die herkennen wat ik vertel. En, ik hoop het. En we duwen ze die kant op. We duwen ze die kant op. Het is de brutale eerlijkheid. Ja, precies. Dat is wat we hier doen. Die brutale eerlijkheid. Ja. Weet je, we draaien er niet omheen. Iedereen heeft zo zijn eigen. Elk huisje heeft zijn kruisje. Absoluut. We proberen te laten zien. En wat wij belangrijk vinden is dat we die taboe gaan doorbreken. Wat jij hier vandaag doet, is je verhaal met al je kwetsbaarheid. Ik herken me daarin. Als ik iets zeg tegen jou, dat komt puur omdat ik mezelf erin herken. If you spot it, you got it. Ja. Ik spot het. Dus ik heb het ook. You got it.
Well, this is an English version. We will do this next week. Dit moeten we ook gaan doen uiteindelijk. Ja, gewoon Engels. In alle talen. Ja. Ivan, mij niet uitnodigen. Jawel, we gaan je ook uitnodigen. Okay. Wie weet, kom je nog een keer terug. Ja. Wie weet, kom je nog een terug. Is er nog iets wat je nog wat kwijt wil? Wil je nog iets zeggen? Nou, op het ogenblik eigenlijk niet. Ik wil u hartelijk bedanken. Ik wil u bedanken voor de uitnodiging en voor de sfeer. En niet alleen, er zitten er nog twee mensen. Die wil ik ook bedanken. Ja, die zijn ook helemaal niks. Ja. Zo jammer. Nee, die zijn er verstopt. Maar die wil ik ook bedanken. Zonder hun zijn we echt niks. Weet je, je hebt die eerste podcast gezien. Het zag er niet uit. Nog bedankt voor alle comments. De goede comments. Weg. Naar luisteren. Podcast dus. Ja. Mensen hebben hem afgekeken. Ivan, wil ontzettend bedanken voor dat je hier was. Dat je ons verhaal wilde vertellen. Je kwetsbaarheid. En ik wens je alleen maar een mooi leven toe. Met je vriendin en met je enorme hond. En we nemen de volgende keer wel mee. Neem hem gewoon volgende keer mee. We zien elkaar vast wel weer ergens. Najib, in de meeting. Jij bedankt. Jij ook bedankt. En... ik ben echt trots op je. Ik weet hoe moeilijk het is om, dat wil ik echt nog even benadrukken. Ik weet hoe moeilijk het is als je hiermee rondloopt. Ja, met al die demonen in je hoofd. Ja. Terugvallen. Mensen pijn doen. En daarvan uit weer de keuze te maken van dit is hem niet voor mij. Ik ga het toch weer proberen. Weet je, daar gaat het om. Weet je, het gaat er niet om hoe vaak je... egoïstisch. Ja, ik moet voor mezelf kiezen. Ja, maar ik moet het doen. Ja, jij moet het doen, maar het is niet egoïstisch. Het is een egoïstisch programma, want jij moet het doen. Ja. Maar je doet het niet alleen voor jezelf. Je doet het ook om een goede band te krijgen met je dierbaren. Ja. En ervoor zorgen dat de pijn stopt. Niet alleen bij hun. Want wat wij doen met onze verslaving, als we actief bezig zijn. Wij gijzelen mensen om ons heen die er niet om gevraagd hebben. Het zijn vaak de mensen die alleen maar het beste met ons voor hebben. Ja, dus nogmaals bedankt dat je hier bent geweest. Ik ben echt trots op je. Blijf zo doorgaan, Pik. Wat een mooie woorden, dames en heren. Voor iedereen die heeft gekeken en geluisterd. Dit was de podcast Wat Kan Er Nou Gebeuren. Wij zijn de volgende keer gewoon weer. Ciao. Ciao.